allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze Action video. Deze Action is in Bilthoven en binnenkort gaat hij verhuizen naar een andere locatie. Krijgen we een hele nieuwe winkel, dus dat is leuk. We beginnen met de weekactie. En dit leuke tafeltje is deze week in de aanbieding voor €19,95 met van het gevlochten rood dan. En ook deze vloerkleden voor buiten. Leuk ook op het balkon. Of natuurlijk gewoon in de tuin of onder een overkapping. Die zijn €5,99, €1,80 bij €1,20. Dit zijn van die zoutsteen vaccinelichthoudertjes. Die heb je dus in heel veel verschillende vormen. Het is net welke je mooi vindt, ook lichter en donkerder. En die zijn deze week €1,23. Ook deze bamboe opbergmanden. Daar heb ik zelf ook wat van. De grote is €4,99. Dan heb je deze middelste voor €3,79. En de kleine staat er zowel in het zwart als in die bamboekleur. Dus misschien dat die grotere er ook wel in het zwart zijn. Maar die kleine is €1,99. Dit is een kussen met van dat jute. Aan de achterkant is het een effen stofje. Deze is 45 bij 45 centimeter voor €5,95 deze week. En ook deze opbergbox. 31 centimeter vierkant. Altijd handig. Leuk ook voor speelgoed of andere dingen. Die zijn €2,49 en er zijn dus verschillende kleuren van. Dit is zo'n spiegelset. 3 spiegels in het vierkant. 35, 30 en 20 centimeter. Voor €6,95. Dit is een soapdispenser, maar die hoef je niet aan te raken. Dus dat is super hygiënisch. Normaal zit iedereen met zijn handen op dat pompje te duwen en nu niet. €5,95 deze week. En dit is een soort graveer... pen om in een glas of hout of wat dan ook te graveren. Ziet er wel heel leuk uit deze set. 6-delig voor €2,99. Hele leuke kraaltjes in allerlei vrolijke kleuren. Kan je leuke armbandjes zelf maken. Deze set is ook in de weekactie voor €4,77. En dit zijn ideale opbergdoosjes voor kleine hobbyspullen, onder andere kraaltjes dus. Er zitten 4 van die doosjes in met 8 vakjes. Voor €1,44. T-shirtjes voor dames met van die kleine gaatjes erin. In het zwart, in het blauw en in het roze. Misschien zijn er nog meer kleuren, maar dit zijn de kleuren die hier lagen. Ook in de weekactie voor €3,99. Dit zijn van die ballerina pantykousjes met anti-slip, ook in het zwart. Die vallen dus mooi in je schoenen. 2 paar voor €1,89. Dit is een jurkje, ook een beetje dat broderie-achtige stofje. €6,95 deze week. En ook de korte broekjes zijn in de aanbieding. Al is het hier nog niet echt weer voor een korte broek. Maar je kan nooit te vroeg inkopen. Ook in het donkerblauw. En hier ook in het zwart. Met van die leuke knoopjes aan de bovenkant. Deze week voor €4,44. Dan hebben ze heren shortama's met een korte broek en een t-shirt in verschillende printjes. Die zijn deze week €5,95. En ook voor dames hebben ze die. Maar dan met een hemdje, niet echt een t-shirt. Deze is met flamingootjes, ook heel leuk. En hier is nog een zwarte met groen, met een soort bladeren. Dat zijn leuke setjes. Als straks wat warmer weer is, €4,95. En ook voor kinderen. Deze zijn voor de meisjes. Hebben ze ook allerlei verschillende leuke printjes. €4,49. En deze voor de jongens. Met een leuk broekje met sterretjes erop. In allerlei verschillende maten. Ook €4,49. Dit is zo'n staattafelhoes. Super handig als je een feestje geeft. €5,95. Er lag alleen wit, maar er zouden meerdere kleuren zijn. Een bamboe opbergbox. Ook heel leuk voor allerlei kleine spulletjes. Die is €5,99 deze week. En hier een set met 3 mooie glazen. En die is maar €1,49. Leuk om je frietjes in te serveren. Zo'n mandje. Ziet er super gezellig uit op tafel. €0,99. En dit zijn van die broodmandjes. In een setje van 2 voor €1,99. Dit is zo'n geurdiffuser en luchtbevochtiger in hout. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Die is ook deze week in de weekactie €16,95. En hier van die geurolie, apple cinnamon, jasmine sandalwood, fresh linen, en Blossom. Allemaal lekkere geuren. Die flesjes zijn 99 cent, 50 milliliter. Ook deze waterkokers zijn in de aanbieding. 1,7 liter kan erin, 2200 watt voor 8,95 euro. En ook deze blender. Daar kan een halve liter in, 180 watt voor 9,95. Dit is een superleuk spel voor kinderen. Met allemaal van die leuke vrolijke poortjes. En dan moet je het balletje erdoor slaan voor 5,95. En dit is ringen gooien, ook in de weekactie. Er staan allemaal punten, hoeveel punten je krijgt als je hem om welk figuurtje gooit. En die is 3,99. Hier een hele handige compostzak voor in de tuin als je aan het werk bent. 80 liter, 1,22 euro. En ook deze lekkere chocolade-eieren zijn in de aanbieding van Milka. Ze hebben ook nog deze variant met Oreo. Zien er heel lekker uit voor 1,49 een zakje. Dan gaan we door naar de gewone dingen. Dit is een setje met kraaltjes en ook allerlei andere dingen om echt je sieraad helemaal compleet te maken. En die hebben ze ook nog in deze roze-paarse variant. Er zitten slotjes bij, alles om mooie kettingjes en armbandjes te maken. 1,49. En hier heb je van die decoratiebloemetjes in het hout. In allerlei verschillende kleurtjes. En deze set is met roze, wit en houtkleur. 89 cent zo'n zakje. Dan zag ik dat ze nieuwe stickers hadden. Vroeger hadden ze deze stickers ook, maar die plakten nooit goed. Maar tegenwoordig blijven ze heel goed plakken. En ze hebben zulke leuke varianten allemaal. Hier een beetje meer groene uitstraling. Een beetje tuinachtig. Met blaadjes en alles. Ziet er ook erg vrolijk uit. En deze vond ik ook heel lief. Met allemaal van die diertjes erop. Nog een eekhoorntje. En hier aan de andere kant nog meer vrolijke diertjes. Leuk voor in je bullet journal. Stond alleen geen prijs bij. Dit zijn van die leuke manden. Die had ik volgens mij nog niet eerder gefilmd. Er zit echt zo'n handvat in waar je hem aan beet kan pakken. Handig voor speelgoed bijvoorbeeld ook. En ze hebben hem ook nog in het zwart. En het is best een grote mand. 6,69 euro. Dan hebben ze nieuwe kussens. Heel vrolijk. Ook leuk voor in de tuin. Op je tuinbank. Deze roze bloemen. 60 bij 60 zijn ze, dus ze zijn behoorlijk groot. Die heb je ook nog in deze print. Met wat groffere, grote bladeren. En deze met weer wat kleinere bladeren. 11,95 euro zijn ze. Dit is eigenlijk voor stekjes, maar ook natuurlijk superleuk om gewoon één Gerbera of zo in te zetten. Het ziet er gewoon heel gezellig uit. En deze is 2,89 euro. Dit is zo'n lamp op zonne-energie voor buiten. Die laat zichzelf dus op als de zon schijnt voor 19,95 euro. En dit is een waterlady, die kan je dus laten drijven. En die werkt ook op zonne-energie, geloof ik. Ja. En die heb je in verschillende kleuren, wit, roze en geel, voor 2,99. En deze vond ik ook heel leuk. Dit is een snoer met lichtjes, maar die geven echt zo'n vlam effect. Dancing Flame. Er zitten 8 van die dingetjes aan een slinger. Warm wijd LED-verlichting. En die zijn 7,95. Werken op batterijen. En op zonne-energie. Deze jurkjes hebben ze normaal in plastic, maar die hadden ze nu uitgehangen. Dus dat is wel leuk om even te laten zien. Die hebben dus zo'n roezelrandje aan de onderkant, maar ook langs de armen. En die heb je dus in 3 verschillende printjes. Hierachter ook nog met dat groen en zwart. Ik moet zeggen, ze vielen me niet tegen. Ik vond ze er erg leuk uitzien. En ze zijn 8,95 euro. Dan kijk ik even naar dit portemonneetje. Die vond ik er leuk uitzien. Pasjes kun je erin kwijt en briefgeld. En hierboven nog een ritsje voor kleingeld. En dan hadden ze ook nog deze variant. Ook pasjes en briefgeld. Maar geen vakje voor kleingeld. Dus dat is wel minder handig. Die is 2,99. Deze zijn ook nieuw. Dit is een raamsticker. Tenminste, ik heb ze nooit gezien. Ziet er wel heel leuk uit als iemand zijn verjaardag viert om dat op de ramen te plakken. En die heb je dus ook in dat rosé goud kleurtje. En in het zilver. 3 verschillende kleuren voor 99 cent. Dan gaan we naar de microfiber beach towels. Super handig, want ze zijn best groot. En heel plat kun je ze oprollen. Er zit dus een elastiekje bovenin. Je hebt ze dus in allerlei verschillende kleurtjes. En ze zijn 1 meter bij 1,80. Dus best groot. voor €6,95. Inmiddels ben ik terug van de Action en ik zal jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb deze pillendoosjes meegenomen bij de Action voor €1,45. Er zitten dus voor 7 dagen in de week allemaal verschillende kleurtjes in. En dan kan je nog ochtend, middag, avond, nou ja, nacht misschien zelfs. Zitten daaronder ook stickertjes, zie ik. Oh ja, ochtend, middag, avond, nacht. Voor als iemand echt 4 keer per dag medicijnen moet nemen. Nou, ik heb ze alleen maar gekocht voor de hond, want die moet iedere ochtend een pilletje. En als ze gaat logeren is het wel handig om dat alvast even in een doosje te doen. En trouwens voor thuis is het ook makkelijk. Dan heb ik 4 transparante poncho's gekocht. Wij hadden een weekendje weggeboekt. We zouden naar Praag gaan. En de voorspellingen waren niet zo best. Dus ik dacht, ik ga toch maar even poncho's halen. Dan neem ik die mee. Maar uiteindelijk heb ik ze nu niet nodig, want we hebben ons weekend geannuleerd. Maar deze zijn altijd makkelijk om in huis te hebben. En ze zijn maar 45 cent. Dus dat komt altijd nog wel weer een keer van pas. En dan zag ik deze portemonnee. Deze heeft dus hier ruimte voor pasjes. Hier voor briefgeld. En hier bovenin nog een ritsje voor kleingeld. En het handige hiervan is gewoon dat hij heel plat is. Heel compact. Maar toch overal ruimte voor heeft. Want sommige zijn heel plat. Die hebben dan wel weer een groot geldvak. Maar geen muntgeldvak. En deze heeft het allebei. Met een knoopje doe je hem dicht. En ook nog in mijn favoriete kleur. En deze was €2,99. Dus ik dacht, nou, deze is wel makkelijk om mee te nemen op vakantie. Bijvoorbeeld als je een klein tasje hebt. Weinig ruimte, kan je toch alles erin kwijt. En wat ik ook nog mee heb genomen is deze microfiber beach towel. Dit is dus echt gewoon heel handig, want het is heel plat. Past makkelijk in je koffer en hij is toch 1 meter bij 1,80 meter, dus best groot. Dus het weegt minder en het neemt minder ruimte in. Dus het was een soort win-win situatie. Ik dacht, nou, deze en dan ook nog in mijn favoriete kleur, dus ik denk, nou, deze ga ik niet laten liggen. En deze was €6,95. Die hadden ze dus in heel veel verschillende kleurtjes ook. Maar ik vond deze even wel heel leuk. Dan waren dit dus de aankopen van deze week. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Ik wil jullie natuurlijk weer bedanken voor het kijken. Laat nog een leuke reactie achter, daar word ik heel blij van. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik je graag weer bij mijn volgende video. Bye bye!